In Duitsland bestaat een heel lange traditie in de ondersteuning van de dorpen. Vooral ook in de jaren 80, 70, 80 in investering met stenen, met veel geld om dorpen te vernieuwen. En achter de val van de muren in de oosten ook om veel dorpen opnieuw op te richten. Maar nu gaat het meer en meer in die ondersteuning in die mensen, in de samenwerking van de mensen. Dat ze dorpen verzoeken te ondersteunen in vorm van vormingen, in vorm van know-how, dat mensen beter kunnen samenwerken en met participatie, also bedeling van de mensen, participatie in de gemeenten, dingen op te richten. Dat niet alleen het gemeentebestuur of de burgemeester dingen beslist, maar dat de mensen meegenomen worden en ook de achtergrond hebben en het know-how hebben om daar mee te spreken en mee te doen.